Welkom. Jij bent verrast met de Begonia maculata. En maculata, dat is Latijns voor gevlekt. Nou, dat zie je ook terug in het blad. En dat is waarom we hem in Nederland ook wel de stippenbegonia noemen. En wat wel een grappig weetje is, is dat zo van deze plant, maar ook als je alle planten bij elkaar zou zetten, dan zou je zien dat er geen blad is met hetzelfde stippenpatroon. Dus als je een keer een minuutje hebt, ga dat eens bekijken. Dat is wel grappig. En als we dan toch nog even bij het blad blijven... De achterkant van het blad is een beetje bordeaux, soms haast naar het paars toe. Dat doet heel veel voor de sierwaarde van de plant. Het blad is ook wat zachter en dat betekent dat hij niet zo van felle zonlicht houdt. Dus als je een plekje gaat zoeken voor hem in huis, zoek een plekje waar wel daglicht is, maar niet de hele dag felle zon. Qua water geven is hij niet lastig. In de zomer gemiddeld ongeveer één keer per week. In de winter kan je denk ik wel een keertje overslaan, maar voel ook eens. De grond mag best tussen de gietbeurten een klein beetje opdrogen. Dat is helemaal niet erg. Wat wel belangrijk is, en dan met name weer wat meer in de winter, dat is een wat hogere luchtvochtigheid. En in de winter is die vaak wat droger, want dan hebben we de kachel aan. Dus in de buurt van de plant een bakje water neerzetten. En dan weet ik zeker dat je heel lang plezier zal hebben van jouw stippenbegonia. Tot ziens, tot de volgende keer. Doei doei.